Vueling gaat uitbreiden. De Spaanse luchtvaartmaatschappij opent vanaf april 2011 een base op Schiphol. Vueling stationeert één Airbus A320 op onze luchthaven, waarmee het 28 extra vluchten zal uitvoeren naar Spanje en naar een aantal nieuwe bestemmingen, zoals Zürich, Alicante en Palma de Mallorca. Als luchtvaartmaatschappij een base opent op Schiphol, betekent dat dat ze heel met de Schiphol als uitvalsbasis nemen. Betekent ook heel veel voor de werkgelegenheid, want dan wordt Uh, vanuit, uh, vanuit Amsterdam. We will be hiring uh, local uh, crews uh, to staff our airplanes, and the additional traffic, the additional flights, will be generating more passenger handling mechanics uh, and perhaps some other facilities at the airport. So this is the typical uh, reaction when there is new traffic at, at an airport. What betekent this Schiphol? betekent natuurlijk voor Schiphol vertrouwen in Schiphol, vertrouwen in de markt, vertrouwen in de mogelijkheden dat het biedt. En uh, Verwerling heeft dat gezien. En, uh, en nog concreter betekent dat 28 frequenties erbij per, per week, van de drie naar, naar volstrekt nieuwe bestemmingen. Spanje is onze our maar we zijn klaar om to Europa te Europe. Dus so we should be seeing zien naar de hoofdmarkt van Europa, overal in Europa. Er zijn sommige landen in which we're better known, but we beter zijn, maar we geloven dat er nogal wat mogelijkheden zijn voor de hele Europa. En Schiphol zal een belangrijke hub? skipl is an important hub without a doubt uh, the airport is very well equipped uh, for connectivity is very well equipped for the type of passengers that we want to have so definitely it will it is and it will be for welling